U hebt lang gewacht en de partij heeft gemeend om met een verklaring uit te komen. We hebben onze woordvoerder hier, de heer Spanka. En die zal de verklaring van de partij voor u voorlezen. En dat is dan de verklaring waarmee de partij voorlopig zal volstaan. Spanka. We groeten u allen van de media, pers. Het bestuur van de NDP heeft kennis genomen van het vonnis in hoger beroep vandaag uitgesproken tegen haar voorzitter, de heer D.D. Boutersen. We brengen in herinnering het laatste woord van onze voorzitter tijdens het proces. Het is mijn hoop dat de laatste fase in dit strafproces is bereikt, waarna een proces van effectief herstel en verzoening in de samenleving zal kunnen worden ingezet voor de gewenste, eensgezinde verdere opbouw in vrede van ons geliefd Suriname. De partij roept al haar leden op en sympathisanten aan deze oproep van de voorzitter gehoor te geven. Hij heeft het duidelijk herhaald op de massameeting van 16 december jongstleden in Osseer en gevraagd dat de partij zich concentreert op het werk na de verkiezingen van 25 mei 2025 en daarna om af te rekenen met de thans heersende onrechtvaardige situatie in het land. De oproep is om hard te werken naar verkiezingswinst voor de NDP die thans het belang en het welzijn van het volk voorop heeft gesteld. Wij roepen de leden en sympathisanten op om de instructies van de partijleiding te volgen en zich te onthouden van alle handelingen die niet stroken met de idealen van de partij en die de vrede en veiligheid zouden kunnen verstoren. Elke tegenslag op weg naar de daadwerkelijke decolonisatie en ontwikkeling van Suriname naar welzijn van ons volk moet worden opgevat als een inspiratiebron voor het groter succes. Boutersen, Suriname eerst. Dank u wel. We zullen deze verklaring naar u toe mailen, appen, zo u wil. Maar dan zult u zich moeten verstaan met de secretaris van het instituut voor informatie. Ja? Als u doorgeeft hoe u te bereiken bent, dan krijgt u die verklaring. Ja. Alsjeblieft. Voorzitter, mag ik wat vragen stellen? Hoe komt het er zo aan? Wij volstaan met deze verklaring voorlopig. Dat zit. Eén vraag. Wij volstaan met deze verklaring voorlopig. Duidelijk, tot na de morgen. Dit is het.